Dames en heren, ongeveer een klein jaar geleden hebben wij als Stimuleringsfonds een presentatie gegeven in het Theater Branoel, een literair theater in Den Haag. We hadden allemaal mensen van opleidingen uitgenodigd. En wij hebben daar de vraag centraal gesteld, zijn met name hbo-opleidingen, maar dat kun je natuurlijk veel breder maken, nog wel in staat om journalisten op te leiden voor zeg maar, de nieuwe wereld. Wat ooit een overzichtelijke wereld was. U hoorde dat net ook al een beetje in die filmpjes. Journalisten werden opgeleid voor geschreven pers of voor de omroep. Dat waren bijna zonder uitzondering solide bouwwerken, sterke merken. Daarbinnen kon de journalist zich ontwikkelen. Je kon heel goed journalist worden, je kon chef worden, je kon hoofdredacteur worden, correspondent in Washington, presentator van een actualiteitenrubriek, noem maar op. En kijk eens nu. Ik heb die cijfers niet helemaal, maar ik meen te weten dat er ongeveer 5000 ZZP'ers zijn in de journalistiek op dit moment. En dan hebben we de effecten van Sanoma en Weekblad Pers nog maar even niet meegerekend. Internet, user-generated content, social media, nieuwe overweldigende toetreders als Google, Twitter en Facebook hebben zich in de wereld van de media genesteld en het landschap voorgoed veranderd. En het lijkt alsof we nog maar aan het begin staan. Waar de geloofwaardigheid van de journalistiek wordt vervangen door de consensus op het netwerk, is het, vonden wij, hoog tijd om eens drie passen naar achteren te doen en het slagveld te overzien. Journalisten moeten leren voor zichzelf te zorgen. Moeten leren al die nieuwe tools te beheersen. Niet alleen omdat het een nieuwe manier is om hun vak uit te oefenen, maar ook omdat ze zich daarmee in het nieuwe krachtenveld kunnen profileren. Het vak van journalist gaat zo snel veranderen, zo fundamenteel, dat je serieus moet afvragen of opleidingen wel in staat zijn om in datzelfde tempo mee te veranderen. Nou, daar werd die avond in Branoel door de aanwezigen enigszins afhoudend en soms zelfs een beetje kribbig op gereageerd. En terecht. Niet alleen vertellen wij ze natuurlijk iets wat ze al jarenlang weten binnen die opleidingen, waar ze al jarenlang over discussiëren, maar ik geef het je ook te doen. De structuur van opleidingen vereist dat er een lesprogramma wordt gemaakt dat zo 5, 6, 7 jaar meegaat. Terwijl de wereld van de media er zo ongeveer elk half jaar weer anders uitziet. Later heeft Bart Brouwers, die u vast wel kent, die heeft meegeholpen deze bijeenkomst organiseren, maar er vandaag helaas niet bij kan zijn, nog een boek geschreven, na de deadline waarin hij hetzelfde constateert. Het is, dames en heren, die avond na die bijeenkomst in het Literair Café nog heel gezellig geworden. Maar ook bij ons, bij het Stimuleringsfonds, is het denken doorgegaan. Want het benoemen van het probleem, het leggen van de vinger op de zere plek, dat is niet zo moeilijk, dat is één ding. Maar interessanter is om na te denken over een oplossing. Er zijn nog steeds heel veel jonge mensen die zich aangetrokken voelen tot het vak van journalist. En ik denk, zoals wij hier als gelovigen bijeen zijn, dat we daar blij mee zijn. En met gelovigen bedoel ik dat wij er waarschijnlijk met z'n allen van overtuigd zijn dat journalistiek als controleur van de democratie van essentieel belang is. Was het niet Thomas Jefferson die zei, enigszins vrij vertaald, als ik moet kiezen tussen een samenleving zonder regering of een samenleving zonder journalistiek, kies ik zonder aarzeling voor het eerste. Wij als fonds worden nooit moe uit te leggen dat de mogelijkheden die de nieuwe wereld biedt om journalistiek te bedrijven ongeëvenaard zijn. Maar dan moet je er wel mee weten om te gaan. Dan moet je die als journalist wel beheersen. En het is van het allergrootste belang dat studenten tijdens hun opleiding de kans krijgen om zich die vaardigheden eigen te maken. Nou, dat tezamen, de belang van die journalistiek en de kansen die er liggen, betekent dus dat er simpelweg iets moet veranderen aan de structuur. Wij hebben een aantal scenario's opgeschreven die daarbij behulpzaam kunnen zijn. En wellicht worden ze vanmiddag door de sprekers of door u in de zaal nog andere wegen aangegeven die we daaraan toe kunnen voegen en die we dan kunnen bespreken tijdens de discussie. Eén ding staat vast. Bij elk van die scenario's zal de betrokkenheid van de opleidingen en de bereidheid tot samenwerking of afstemming centraal staan. Er worden van opleidingen dappere stappen gevraagd. De tijd is er rijp voor en de zaak is het waard. Ik hoop dat wij daar vanmiddag een aanzet toe kunnen geven.